Het is een uitzonderlijke zomer, zo zonder al die festivals en evenementen. We hopen er met z'n allen op dat dit natuurlijk ooit weer gaat gebeuren, maar wanneer? Hoe ziet die toekomst eruit? Daar ga ik het over hebben met universitair docent Floris Meens van de Radboud Universiteit. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja, want jij weet alles van festivals, heb ik begrepen. Je hebt alles. Er heel veel onderzoek naar gedaan. Ja, dit is toch wel zo uitzonderlijk. Ja. Smul jij er dan stiekem een beetje van? Nou, het legt wel veel bloot. Het zegt wel veel over hoe we inderdaad met festivals omgaan, wat festivals voor ons betekenen. Juist het gemis van festivals laat ook zien hoe sterk festivals in ons verankerd zijn en wat ze inderdaad in onze cultuur, in onze hedendaagse cultuur voor betekenis hebben. En dat betekent dat de situatie waarin we ons nu bevinden voor een historicus zoals ik heel bijzonder is. Het is het grootste evenement van Nederland. Ja. Is het ook echt zo'n bijzonder festival als je dat vergelijkt met al die festivals en evenementen die jij hebt bekeken? Ja, het is wel heel bijzonder. Niet alleen omdat het natuurlijk verbonden is met de Vierdaagse. Dat maakt het denk ik al uniek, hè? Dat er ook een ander soort evenement aan verbonden is. Maar ook omdat je ziet dat er mensen van heel veel verschillende groepen eigenlijk hier naartoe komen. En ik vind het zelf altijd heel uniek dat je als je in Nijmegen rondloopt tijdens deze bijzondere dagen, dat je echt het gevoel hebt dat het de hoofdstad van de wereld is. En dat heeft natuurlijk te maken met de omvang, maar zeker ook met de diversiteit van mensen. Denk je dat er nu ook wat gaat veranderen dan? Laten we het vooral dan even over deze feesten hebben hier. Dat is nog wel moeilijk te zeggen. We zien sowieso dat de laatste paar jaren er al een enorme verandering optreedt. Aan de ene kant wordt het festival steeds professioneler. Maar aan de andere kant zie je ook dat het festival bijvoorbeeld heel erg bezig is met duurzaamheid, met het betrekken van steeds meer nieuwe groepen mensen. En ik denk dat dat zich zeker zal doorzetten. Als je ziet welke debatten er in de samenleving worden gevoerd, bijvoorbeeld over duurzaamheid, dan zal dat zeker ook met betrekking tot de festivals hier gevolgen hebben. Dit soort veranderingen, heb je dit wel eens eerder teruggezien als je naar jouw onderzoeken kijkt naar de geschiedenis van festivals en evenementen? Je bedoelt met duurzaamheid? Nou, met kantelpunten meer. Ja, ik denk dat ieder festival wel kantelpunten heeft en dat vrijwel alle festivalorganisaties daar ook wel naar streven. Wat je moet bedenken, festivals zijn natuurlijk een onderdeel van cultuur en cultuur bestaat eigenlijk bij de gratie van verandering. Dus ik denk dat vrijwel alle organisaties altijd erop uit zijn om inderdaad ervoor te zorgen dat niks hetzelfde blijft, maar dat er telkens net iets anders is, waardoor mensen ook geprikkeld blijven om terug te komen. Want als ieder jaar het festival hier hetzelfde zou zijn, zouden mensen denken, nu heb ik het wel gezien. Maar juist doordat er verandering is, op heel veel verschillende gebieden, komen mensen ook terug en voelen ze zich aangetrokken tot wat we hier organiseren. Nu zaten we al jaren in een periode waarin het alleen maar meer kon. Meer festivals, meer evenementen. Ja. Hoe kijk jij daar nu naar? Er is wel een maatschappelijk debat gaande over de vraag hoe we dat eigenlijk moeten doen met festivals. Is het eigenlijk wel goed dat het allemaal zo grootschalig is? Dat is overigens geen nieuw debat, want al in de jaren 80 werd er in Nijmegen gedebatteerd over de vraag hoe groot kunnen die feesten eigenlijk worden? Is het eigenlijk wel goed dat er bijna 1 miljoen mensen naar Nijmegen komen? Ik kan me niet anders dan voorstellen dat de grootsheid en de grootheid dat die in stand zullen blijven. Ik wou niet zeggen, we kunnen anders ook ervoor gaan kiezen om volgend jaar gewoon het over 2 weken te verspreiden. Dan hebben we twee weken lang feest. Maar ik denk, er zit ook een soort, het is ook goed dat het een soort bescheidenheid heeft in omvang. Omdat mensen dan in een hele korte termijn sequentie van tijd datgene doen waarvoor ze naar Nijmegen komen. En als je dat gaat uitspreiden, dan gaat die drive van mensen misschien ook wel een beetje verloren. Dus niet in gaan halen, maar gewoon weer goed een week neerzetten volgend jaar. Ik denk het wel, ja. Nou, dan gaan we daarvoor, toch? Mooi.